Leuk. Goed. 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 Omdat het leuk om te voetballen is. Omdat ik heel veel van voetbal hou. Omdat we al 2 wedstrijden hebben gewonnen. Ik vind het fijn om te winnen. Ik wil de beker hebben en ja, ik vind het zo leuk. Een van de blauwe teams stond op mijn tenen. Wat vind je het leukste dan? Voetballen en gewoon plezier. En we hebben ook goed met voetbal. We hebben 1 keer gewonnen. Ik vind het fantastisch. Omdat jeugdvoetbal is het mooiste wat er is. En ook nog zo'n dag. Nou, daar hebben we nu helemaal niks te klaar. Ik wil alleen maar genieten. Jan is hier in het verleden begonnen. Hier liggen ook zijn roots. Hij heeft hier lange tijd gespeeld. En ja, goed, we zijn al heel lang bezig om de club een nieuwe boost te geven, een nieuw leven in te blazen. We hebben het best wel lastig gehad. En ja, door de komst van dit toernooi, de eerste editie Jan Boskamp, wat tegelijkertijd samenvalt met de opening van onze nieuwe kunstgrasvelden, denken we wel weer een goede sprong in de toekomst te kunnen maken. Ja, op mijn oude veldje. Dus, ik liep altijd van de Hoekstraat met Rienus. Liepen we hier naartoe, dan gingen we lopen ballen. Maar als het regent lag, dan kon je zwemmen, weet je. Maar nou, 2 van die kunstvelden neergelegd. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zoveel kunstvelden. Dus maar, ja, er is nog niks veranderd. Ik ben nat. Ik ben de beste hier. 3. En hoeveel ga je er nog scoren? Nee, je hebt er geen 3 gescoord, ja. je hebt er 2. Nee. Je hebt er echt wel? Echt niet. 1 keer. 1 keertje gescoord? Nee, meer. Meer? Hoeveel dan? Het lijkt wel net als 9. Nog 2 winnen. Nog 2 winnen moeten we. Nee. En dan? Hebben we de grote beker? Misschien krijgen we een beker of niet. Wij gaan voor de beker. Iedereen wil eigenlijk die beker winnen, maar wij ook. Maar wij hoefden nog maar 2 en dan hebben we gewoon die beker. Kijk, het belangrijkste is dat ze een grote glimlach hebben en dat ze ontzettend amuseren.